Zijn jullie klaar om oom en tante te worden? Jullie reactie, hoe blij zijn jullie? Oh ja. Hey, leeft op jou, is er jongen? Ik kwam, denk ik, in april kwam ik erachter dat ik zwanger was, april 2019. Die eerste echo, dat weet ik ook nog heel erg goed. Dat was in het Flevo ziekenhuis in Almere. En het was zo raar om op beeld een bewegend iets, frummeltje, te zien bewegen. Daar ben je. Begin van mijn zwangerschap voelde ik me goed. Voelde ik me ook goed over die kleine. Aaide ik veel over mijn buik. Ik sprak veel met die kleine in mijn buik. En het leek eigenlijk allemaal wel goed te gaan. We hadden wel wat groeiecho's. Dus dat betekent dat je extra keren terug moet komen om de groei in de gaten te houden van de baby. Maar daar zocht ik, zeker in het begin en iets later, zocht ik daar eigenlijk helemaal niks achter. Weet je nog het moment dat je hoorde dat ik vertelde dat ik zwanger was? Ja, ik had het eerst nog niet eens door, want ik zag dan opeens een echo, maar voordat het echt tot je doordringt, dacht ik, hey, oké, ik word opa. Ja. Het is dan onwerkelijk, snap je? Want ik heb daar eigenlijk nooit zo aan gedacht. Hmm. En dan opeens is het echt zo. En hoe was dat dan, dat besef? Dat besef? Ja, een beetje niet te omschrijven eigenlijk voor mij. Nee, het is raar. Ja, je bent blij en je denkt van oké, weet je. Het is ook weer even een reminder van hoe het leven is eigenlijk. Mm-hmm. En toch weer een nageslacht. Ja. Een nageslacht, ja. Gewoon huilen, alles. Mijn hart sprong gewoon open. Dus het moment was gewoon echt mooi. Ik weet nog dat we gingen eten samen. Met die vleesjes toen besteld. Oh ja! Wow, dat was mijn enige vleesjes. Dat was ik vergeten. Ja, en, ja. Toen vertelde je het. En, yeah. Bizar onwerkelijk toen jullie het nieuws brachten. Ik kon het gewoon niet bevatten eigenlijk. Mm-hmm. En dat aapje, dat vond ik wel heel bijzonder wat ik van jullie kreeg. Ja. Eerst het kaartje en volgens mij eerst het kaartje en toen dat aapje. Ja, ik weet nog dat ik heel zenuwachtig was, omdat ik... ik weet niet waarom, maar ik was ineens heel nerveus. Ik voelde me ineens weer echt een kind, want ik dacht... Ik heb nog helemaal niet al mijn schaapjes op het droge of alles op een rijtje. En nu ben ik zwanger en dan gaat ze vast iets van vinden of vast iets van zeggen. Dat toch allemaal... heb je hier al aan gedacht, heb je daar al aan gedacht? Oh, zoals je van altijd bent. Maar dat kwam niet direct, althans. Niet toen. Weet je dat nog? Het was alleen maar genieten van het moment. En gewoon bijzonder vinden dat mijn kind een kind kreeg. Ja. Vandaag is het zover. We gaan iedereen, onze ouders vertellen wat we krijgen. Want het is zo belangrijk. Wacht, ik laat het gewoon even zien. Met de confetti. Ik was een beetje tegen een gender reveal, maar nu gaan we het toch wel doen. Leuk voor de ouders, leuk voor jullie, leuk voor jou. Wat denk je dat we krijgen, Frans? Nou, mijn gevoel gaat heel de tijd alleen maar naar meisje. Alles is meisje, meisje in mijn hoofd. Ik denk hetzelfde voor meisje. Hé, wat voor ie. Ik denk dat het een jongen is. Het kan zijn dat het een meisje is. Iedereen is welkom. Mm-hmm. Ja, ik denk een meisje. Een jong. Ik twijfel dat, maar ik denk als ik zo naar je kijk, denk ik dat het een heel lieve jongetje is. Ik denk dat het een meisje is.
Wat zeg je? Een meisje. Oké. Ja. Nou, de voorbereidingen waren best best pittig. Uh-huh. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. Ja, ik vond het heel leuk. Dat is natuurlijk mijn ding. Dus ik had natuurlijk alles voor mezelf genomen. Van ja, en ik regel dit en dit en dat. Ik weet het nog, ja. Ja, het was wel een hele mooie baby shower, ja. Ja, het was echt heel erg leuk. All out. Klopt, ja. Het was echt een soort, het was helemaal in thema. Ja, Tiffany en Co, maar dan Baby en Co was het thema. Ja, inderdaad. Wat is je het meest bijgebleven van die zwangerschap? Seeing you grow. En toch wel dingen samen doen of zo. De happiness op je gezicht zien, dat vond ik ook mooi. Ik zag je ook echt gewoon groeien, zeg maar, van de party girl. En gewoon work life naar gewoon echt moederschap. Dus die verandering vond ik wel mooi om te zien. Mm-hmm. Het is een nieuwe fase. Even kijken, weet je. Gaat hij of zij mij opa noemen? Mm-hmm. Weet je, en wat kan je dan doen als hij later groot is? Want ja, ik ben iemand, ik hou niet echt van baby's. Baby's vind ik klein, fragiel. Weet je, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Mm-hmm. Dus dan, ik denk van nou, misschien 1-2 jaar, daar kun je leuke dingen mee doen. Eigenlijk de standaard dingen die men doet. Wat ik ook heel mooi vond was dat jij zei van nou mam, volgens mij was ik zwanger toen oma nog leefde. Nou, ik hoor vandaag allemaal dingen waarvan ik dacht, oh ja, dat is ook nog zo, klopt, ja. Want oma is toen in februari overleden, maart gecremeerd. Maar ik was toen waarschijnlijk al zwanger. Ja, want opa Fredje zei nog dat oma een cadeautje voor me heeft achtergelaten in de vorm van Amari. Ja. Hallo. Kijk. Papa. Is jouw oma? Is jouw oma? Kom hier, ja. Toen ik terug was gegaan naar het ziekenhuis, was met mijn man. En toen bleef de arts best wel lang kijken, langer dan normaal. En toen zei hij dat hij iets zag, maar hij wist het niet zeker. Dus hij ging me doorsturen naar het AMC. Toen ik terug was gekomen, dus in het AMC, om te kijken of de baby was gedraaid, dat hij beter kon kijken. Weet ik nog dat er een andere arts bij was gekomen. Die ging ook meekijken. Dat ze naar het hartje hebben geluisterd van Amari. Ik weet nog wel dat ze heel ernstig uit hun ogen keken. En dat het me toen al te veel werd. En dat ik het toen al niet meer trok. Ik herinner me nog goed dat het ook gewoon moeilijk was. Moeilijke diagnostiek. Lastig om bij die zwangerschapsduur de vinger te leggen op wat er nou gezien is. We kregen wel een idee. En daar waren we eigenlijk best tevreden over dat we een idee kregen, zodat we ook voorbereidingen konden treffen over waar Amari het best ook geboren kon worden. Ja, met ook een goed idee van, nou, de conditie laat dat ook toe. Eigenlijk kwam het erop neer dat ik medisch zou bevallen en dat moesten we mijn verloskundige vertellen. En ik weet nog dat mijn man tegenover me zat. In een restaurant zaten toen een drankje te drinken. Dat ik toen al weinig leven voelde in mijn buik. Dat ik het met de verloskundige ook even kort, ik stipte het kort aan. Het was echt even snel van dat ik minder leven voelde in mijn buik. En dat zij zei van ja, maar het voelt meer als schuiven. Het moet nog steeds even regelmatig zijn, maar het voelt meer als schuiven. Minder als trappen. De volgende dag was mijn moeder ook gekomen. Gewoon om even te supporten, omdat ze wist dat ik het lastig vond om te horen dat ik in het ziekenhuis moest bevallen. We stonden ook in de babykamer met z'n drieën en mijn man was helemaal trots de babykleding aan het laten zien. En ik weet nog dat ik dat moment bijna door mijn knieën zakte. Omdat iets ineens in me zei van, maar stel je voor dat het niet lukt, stel je voor dat er iets mis is. En dan zie ik die twee zie ik zo blij zijn met elkaar over die kleding en over die spullen. De volgende dag moest ik toch in het ziekenhuis zijn, vroeg. Dus ik dacht, weet je wat, dan vraag ik dan gewoon om een echo, dat ze dan even checken. Dus de volgende dag brak aan, gingen naar het ziekenhuis. Ik weet nog dat ik de nacht ervoor ook nog echt tegen Amari in mijn buik aan het praten was van, hey, we gaan het samen doen. Hij zette dat apparaat op mijn buik en eigenlijk zag ik toen al meteen dat er iets niet goed was.
De arts die veegde zo de gel van mijn buik en hij zei, sorry, geen hartslag meer. Toen waren we eigenlijk allebei heel beduust. Dus nog niet direct dat er tranen kwamen of wat dan ook, maar gewoon raar en wat nu. En we gingen zitten met die arts om het erover te hebben, dus dat er geen hartslag meer was. Het ging die arts uitleggen dat ik moest bevallen. En ik dacht alleen maar de baby leeft toch niet meer, dus waarom doen we niet gewoon een keizersnede, haal de baby eruit en... Let's get it over with. Waarom ben ik nog zwanger? Dat was het enige wat ik dacht. Waarom ben ik nog zwanger? Haal die baby er dan gewoon uit. Allereerst vertel ik altijd aan mensen dat het niet gevaarlijk is om rond te lopen met je babytje, hè, die is overleden. Emotioneel is het heel erg zwaar. Mm-hmm. Maar er is tijd om gewoon een goed plan te maken voor de bevalling. Ja. En hoe je een bevalling voor je ziet. En de wensen die ouders dan hebben rondom de bevalling. Dat was echt een hele, hele rare rollercoaster van één middag, één dag. Toen er tijd van het slechte nieuws ontvangen. Naar huis gaan. Met dus een dood kind in je buik. Dat is echt heel raar. Ik had een pilletje meegekregen uit het ziekenhuis. En dat moest ik innemen de dag voordat ik... zou gaan bevallen. We hadden gepland dat ik dan op een vrijdag zou gaan naar het ziekenhuis en dan na het weekend uiteindelijk bevallen zou zijn. Dus voor de vrijdag, de donderdag, moest ik een pilletje innemen die mijn zwangerschapshormonen per direct zouden stoppen. En toen ik dat pilletje moest innemen, kon ik het bijna niet, omdat ik dacht van maar straks leeft mijn kind nog en dan neem ik dat pilletje, waardoor die echt niet meer leeft. Dus daar had ik heel veel moeite mee om dat te doen. Heel moeilijk mee gehad. Ook omdat je dat geschuif nog voelt in je buik. Dat was wel iets waar ik niet voor was gewaarschuwd op voorhand. Dat je dat nog zo kan voelen. Dat was echt heavy. De dagen tussen de bevalling en dat nieuws in, heb ik heel veel gebeden, echt heel veel. Omdat ik heel bang was dat ik er zelf niet meer zou zijn. Of dat ik zelf de bevalling niet zou overleven. En ik kon dat echt niet aan. Juist dan leer je over de maakbaarheid van het leven en dat echt niet lang niet alles maakbaar is zoals wij dat denken. Het was heel fijn om eigenlijk bij God te kunnen zijn en alles bij hem neer te kunnen leggen. En dat heeft me heel erg geholpen. Dus de avond voordat ik moest bevallen bijvoorbeeld, was mijn schoonfamilie en mijn eigen familie waren beneden. En toen heb ik ervoor gekozen om... me af te zonderen en me mentaal voor te bereiden op het feit dat ik moest gaan bevallen. En toen heb ik ook echt met Amari in mijn buik gesproken van we gaan dit samen doen. Geprobeerd voor me te zien hoe hij uit me zou glijden. Echt met hem overlegd van oké, we gaan samen gewoon een soepele bevalling aan. We gaan dit gewoon samen doen. We komen aan in het ziekenhuis. Toen te horen gekregen ook van het is je eerste kindje, dus het zou nog wel eens 3 dagen kunnen duren voordat je echt bevallen bent. We worden begeleid naar de wachtkamer, bij de verloskamers. En ik zie al in de verte een zwarte vrouw op ons aflopen. En ze komt inderdaad echt naar ons toe. Ze stelt zich voor, zegt ik ben Lucinda, verpleegkundige. En ze brengt ons naar de bevalkamer. Het is altijd wel spannend ook weer, ja, voor ons. Want hoe bereid jij je dan persoonlijk voor op zo'n opname zoals toen die van mij? Mm-hmm. Je leest het dossier en, en dan op een gegeven moment dan is het soms ook wel even slikken en dan ga je. Mm-hmm. En ik vind altijd de eerste 5 tot 10 minuten, die zijn altijd... die zijn lastig, want je moet zeg maar... iemand voelen. Mm-hmm. Je moet even die eerste connectie maken. Volgens mij zaten jullie in het zitje en ik riep jullie, geloof ik. Klopt, ja. En dan loop je naar die kamer toe en dan is het, volgens mij was het stil. Ja, je loopt naar die kamer toe, is het stil, je loopt daar naartoe. Zoals altijd, spannend. Ja, was het zeker. Was het trouwens voor het eerst dat je zo een bevalling meemaakte? Ja, ik ben al jaren obstetrieverpleegkundige, maar ja. Het was de eerste keer dat ik een
bevalling van een voldragen pasgeboren kindje meemaakte. Daarvoor was ik zeg maar in het voortraject. En dan was ik wel gewoon tijdens dat de vrouw weeën had. Yeah. Maar niet bij de bevalling of achteraf. Yeah. Maar niet echt het moment dat de baby werd geboren. Dus dat was voor het eerst. Ja, yeah, hoe was dat? Het is gewoon spannend omdat je weet dat je naar die climax toe gaat, zeg maar. Yeah. Weet je wel? En dat je ook weet van straks is die baby er en dan is het stil en ook de ouders, weet je wel, zoveel, ja, het wordt natuurlijk een golf van verdriet wat gaat komen. Mm-hmm. En ja, de meeste mensen vinden dat gewoon, ja, het is gewoon heftig om iemands verdriet mee te maken en te zien en toch een stukje ook te voelen. Maar ik denk dat mensen het wel lastig vinden om erover te praten, denk er maar gewoon, het overkomt ons niet. Juist, weet je wel, ik denk dat mensen daar niet zo bij stilstaan. Is maar goed ook, denk ik, want ja. Mm-hmm. Richt je maar gewoon op positieve en als het gebeurt, gebeurt het. En ga er maar niet van uit. Ga er maar van uit dat het goed gaat. Ja, precies. Maar ja, het is wel iets wat kan gebeuren. Het is wel een realiteit. Ja, dat vooral. Want ik weet nog dat toen het bij ons gebeurde, dat er toen ineens verhalen kwamen van mensen die kenden of mensen die iemand kenden. Die zeiden van, oh, maar ik heb, bij mij is het ook gebeurd. Of bij oma, of bij die, of bij dat. Ja. En ik had zoiets van, maar... Eigenlijk praat niemand erover. Nee. Iedereen heeft het altijd over die eerste 3 maanden. En daarna kan je feest vieren en alles zeggen en alles vertellen. Maar eigenlijk niet over het feit dat het ook in een laatste stadium mis kan gaan. Eigenlijk zijn we best wel hush-hush stil over het feit dat ook in latere stadia, in zwangerschappen, nog het een en ander kan gebeuren. Mm-hmm. Hetzelfde geldt gewoon voor überhaupt kinderen krijgen. Dat het het lijkt een soort gegeven, een standaard en het is logisch. Je bent samen, nu komen er kinderen. Ja. Hoe denk je dat we als maatschappij zijnde meer dat gesprek kunnen gaan openbreken om het bijvoorbeeld over stilgeboortes te gaan hebben, zonder dat het een soort van ding is dat ons leven gaat beheersen? Ik denk dat dat met 2 dingen te maken heeft. 1, dat gelukkig het overlijden van Amari is heel uitzonderlijk geweest in deze fase van de zwangerschap. Het is ontzettend zeldzaam. Mm-hmm. Tegelijkertijd hoor ik vaak dingen als een taboe, zoals je zelf zegt, het hash-hash. Yeah. Men praat er niet over. En op het moment dat men erover praat, wat hen overkomt, komen vaak in de omgeving de tongen los met soortgelijke ervaringen. In het ziekenhuis was ik toen met mijn man, met mijn ouders. Mijn nichten die zijn ook gekomen. Die waren ook gekomen onder het mom van, we komen je nu even supporten en aan het einde van het weekend komen we wanneer je dan echt bent bevallen. Toen mijn ouders dus hoorden dat het wel op dat moment die dag zou gaan gebeuren, toen is mijn vader snel nog mijn tante en mijn oma gaan halen. Mijn nichten die zijn toen gewoon gebleven. En die bevalling ging vrij vlot, ook gewoon vrij snel. En ik heb daarin ook veel gehad aan de familie om me heen, dus... Iedereen die er was op voorhand, had ik nooit gedacht dat er zoveel mensen in de bevalkamer zouden zijn. Want ik wilde eigenlijk puur en alleen mijn man en ik. Nu achteraf is die bevalling best wel bizar. In a good way. Omdat ik op voorhand de hele tijd dacht, waarom moet ik vaginaal bevallen? Waarom geen keizersnee? Heel veel waarom, waarom, waarom. En achteraf kan ik nu zeggen dat ik het heel fijn vond om... die pijn te voelen, bizar genoeg, om het samen te doen met mijn man, met Amari. En om echt te voelen hoe hij op de wereld kwam. Dat vond ik echt heel erg prettig. En ik had op voorhand gezegd van, ik hoef hem niet te zien, want ik weet, je weet niet hoe zo'n kleine eruit ziet als hij al een tijdje is overleden in je buik. Dus je gaat je de gekste dingen voorstellen. Ik had tegen verloskundige en verpleegkundige gezegd van, zeggen jullie eerst maar hoe hij eruit ziet en dan willen we hem graag zien. Maar uiteindelijk tijdens de bevalling gaat dat zo natuurlijk. En dan weet je, na slechts een paar keer persen was hij eruit. En toen was het eigenlijk oorverdovend stil. Het houdt me echt wel bezig hoor. En ik ben niet zo'n prater. En misschien dat het me daarom zoveel bezighoudt. Ik moet het eigenlijk van me af kunnen praten. Mm. En afpraten klinkt misschien raar, maar
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, maar dat ik het een plek kan geven. Maar dat kan ik nog steeds niet. En natuurlijk, ik werk hier in Oost. Als ik dan met de auto kom, rijd ik vaak langs een begraafplaats. Dus dan word je er altijd aan herinnerd. Er is geen moment als ik langs rijd met de auto, dat ik er niet aan denk. Ik gun het mezelf eigenlijk niet. Het is moeilijk, Rowan. Het is moeilijk. Het is echt moeilijk. Het moment zelf hoop je gewoon van... Alsjeblieft, geef gewoon even een gil, geef even een kick. Ja, maar als je hem dan gewoon zo ziet liggen, het is ook echt een beeld wat je nooit meer vergeet. Mm-hmm. Ja, en toen kon ik ook even niet meer sterk zijn van jou. En toen ben ik eigenlijk gewoon naar buiten gelopen, want ik wilde niet voor jou breken, natuurlijk. Want jullie hadden het zelf al zwaar genoeg. Maar dat was wel even... Momenten. Ja. Het feit, zeg maar, dat we gewoon voor je begonnen te bidden, dat we kracht van ergens gingen halen om jou kracht te geven, dat vond ik een mooi moment dat we gewoon met z'n allen om jou heen stonden om alle kracht naar jou te zo heb ik het ook gevoeld zenden. Hoor. Maar weet je dat ik met het alles, overlijden van opa, van oma eerder en van Amari, dat ik steeds zag van, wat is het doel geweest? Waarom hebben ze Amari weer teruggenomen? Is hij nu degene die waakt over Saladi? Zijn opa en oma om hem geweest om hem te begeleiden? Of hij juist om hun te begeleiden? Een oude ziel, een nieuwe ziel? Dat. Daar denk ik nog heel veel aan. Heel veel eigenlijk. Vind je dat we het genoeg over hem hebben? Ja, weet je, wat is genoeg? Hij speelt in je hoofd, hij speelt in je lijf. Moet je het altijd benoemen? Moeten andere mensen het altijd weten? Er zijn zoveel dingen die door je hoofd gaan. Ja. En wij vinden het altijd moeilijk om het te benoemen. We spreken het ook niet. Wij sluiten dan uit van ja, nee, misschien die handen vinden ze misschien niet zo fijn. Dus dan doen we dat niet. Het moment dat ik was bevallen ging vrij snel. En we hebben ruimte gehad om alleen met hem te zijn. Later kwam er ook nog een fotograaf van een speciale stichting. Die fotografie doet van bijvoorbeeld vroeggeboren kindjes, stilgeboren kindjes. Die heeft allemaal foto's met ons gemaakt met Amari. En daarna komen er nog kinderartsen om hem te checken. En die waren ook gewoon tegen hem aan het praten. Zij zagen op dat moment niks. Niks afwijkends, zo gezegd. Maar dat was wel een bijzonder. Het waren twee kinderartsen, weet ik nog. En ik weet nog dat ik erbij zat. En dat Amari eigenlijk zo tussen mijn benen lag op dat bed. En dat mijn man er ook gewoon bij stond. En dat het gewoon in de verloskamer gebeurde. Het gek is dat je, wanneer je bevalt van een stilgeboren kind, dan verwelkom je een kind en tegelijkertijd ben je bezig met afscheid nemen. Want je weet dat je niet voor eeuwig dat lichaam kan houden. Je weet dat je afscheid moet nemen ook van dat lichaam. Het voelde alsof het echt zo'n regelweek was. Maar gelukkig had ik ook dan een kraamverzorgster die mij dagelijks checkte of alles oké ging. Die zorgde dat ik me fysiek en mentaal oké voelde. En heel erg meeleefde, wat ik ook heel fijn vond. Ik ben gebeld. Ik werkte destijds in loondienst. Dus ik ben gebeld door mijn planning. Of ik een zorg wilde doen. Toch wel met een kindje met stil leven. En daar schrok ik heel erg van. Het was voor mij ook de tweede keer dat ik zoiets zou doen. Maar in een hele andere setting. Je was best wel ver in je zwangerschap. Hoe bereid je je daar dan op voor? Dat is heel moeilijk. Wat ik heb gedaan is gewoon naar jullie toe gaan en kijken wat ik aantref. In je achterhoofd heb je, je moet professioneel blijven. Ik dacht maar, ik ben ook maar een mens. En ik heb me volgens mij nog verontschuldigd, omdat ik ook echt wel emotioneel werd en tranen kreeg. Dat weet ik nog. Sorry, lieverd, maar dit raakt mij ook heel erg. Het was alleen maar fijn hoor. Ik weet nog dat je inderdaad, dat je emotioneel werd, maar ik dacht van ja... Het is alleen maar erger als iemand zeg maar, je komt helpen, ondersteunen en dan misschien ijskoud is en helemaal niks laat merken. Ja. Wanneer je bevalt van een stilgeboren kindje, dan verwelkom je dat kind. En tegelijkertijd ben je bezig met afscheid nemen. Mijn moeder en ik ook hadden online gezocht. Toen kwamen we uit bij uitvaartondernemingen die dan gespecialiseerd waren in babyuitvaarten, kinderuitvaarten. Verschrikkelijk dat dat nodig is. En de uitvaartonderneming waar we uiteindelijk mee in zee zijn gegaan. De mensen die daar werken, die zijn helaas ervaringsdeskundigen met betrekking tot stilgeboorte.
de keuze om ook baby's uitvaarten te gaan begeleiden, dat komt natuurlijk ergens, tenminste niet natuurlijk, maar dat komt ergens vandaan. En dat is dat mijn ouders dus ook een kindje verloren hebben rond de 24, 26 weken. Weten ze niet precies. Mm-hmm. Was 52 jaar geleden. Mm. Dus toen waren de tijden ook nog heel anders. Dus mijn ouders hebben mijn grote broer eigenlijk gewoon nooit gezien, nooit gekend, nooit zijn naam kunnen geven. Wow. En dat heeft een enorme verdriet en een leegte teweeggebracht in ons gezin, wat ik gewoon nooit een plek kon geven. Dat doet gewoon zoveel met mensen als je niet over je verdriet kan praten. Je hebt zoveel liefde, dat gonst door je hele lichaam heen. Ja. En je kan het niet kwijt. Wat is nou het grootste verschil voor jou tussen een baby-uitvaart en een uitvaart van een volwassene? Nou ja, eigenlijk precies dat. Dat je in eerste instantie in een kraamweek terechtkomt. Dat je dus eerst gaat kijken van, nou, hoe kunnen we het kindje zo mooi mogelijk welkom heten? Mm. Want dat heb jij ook gevoeld, want dat zag ik eigenlijk ook wel gelijk van jullie gezichten. Dat door al het verdriet heen was er ook een enorme trots. Amalie was toch jullie eerste kindje? Is jullie eerste kindje en heeft jullie ouders gemaakt? Mm-hmm. En die combinatie eigenlijk van zoveel verschillende emoties en... Ja. Dat maakt eigenlijk het grote verschil. Ik weet nog dat ik nog heel veel dankbaarheid voelde. Gewoon überhaupt, als ik nu terugkijk naar alles wat jij hebt gedaan, wat iedereen om ons heen heeft gedaan. Maar ook zeker wat jij allemaal voor ons hebt betekend. Want als ik je vraag gewoon nu naar de uitvaart, hè, naar het afscheid. Yeah. Wat kan je je daar nog van herinneren? Wat zijn, ja, misschien een gek woord, maar wat zijn highlights van toen, van die periode? Highlights van dat moment eigenlijk, echt als we naar het afscheid zelf kijken, hè, op de Nieuwe Ooster. Toch wel dat we Amari hebben laten afleggen door die vereniging. Mm-hmm. Ik vond het een heel bijzonder moment dat jullie hem eigenlijk toen op dat moment, die laatste momenten dat je nog met je kindje kan zijn, dat jullie hem toch uit handen hebben gegeven. In vertrouwen, ja, aan die mensen. Ja. Want dat was gewoon jullie wens. En dat, klopt. Ja, dat was zo vol overgave. En dat raakte mij. Mm. Omdat ik me best wel heb afgevraagd. En daar ben ik heel eerlijk in. Van, ontneem je jezelf nu niet die laatste momenten dat je met Amari samen kan zijn. Dat je zelf nog even voor hem kan zorgen. Mm. En toch kies je er zo vol voor om dat niet te doen. Ja, ja, dat is echt iets... Ja. Ik denk dat het ook wel komt omdat ik eerder dat jaar natuurlijk al met die aflegvereniging te maken heb gehad met mijn oma's overlijden. Ja. En mijn oma zat zelf in die aflegvereniging. Zij verzorgen dan natuurlijk inderdaad nog dat laatste, het bewassen, het aankleden van een overledene. Voor mij voelde het alsof ze je meenemen, alsof ze je begeleiden. Ja. En ik weet niet of ik met het overlijden van mijn oma, mijn opa, maar ook Amari sterk genoeg was geweest om het, zeg maar, volledig zelf te doen. Dus het voelde als een stukje begeleiding ook weer in dat hele proces. Uiteindelijk, aan het einde eigenlijk van mijn kraamweek, vond het afscheid plaats voor Amari in de aula van de begraafplaats. En iedereen was in het wit gekleed. We hadden een houten hart voor hem laten maken, dus een kist in hartvorm. Dus mijn ouders hadden dat opgehaald, dat kistje. Daar lag Amari in de aula. En een vriendin van mijn Kitty die had een hele mooie bloemenkrans gekocht om dat hartje heen te leggen. En verder lagen er gewoon overal bloemen van familie, vrienden, collega's. Een vriendin van ons had een gedicht voorgedragen dat ze zelf had geschreven. Dat ze de avond ervoor nog met ons gecheckt of we het oké vonden. Wat ze had geschreven, nou, het was echt prachtig en super emotioneel. En een andere vriendin die leidde als het ware de dienst. Dus dat hebben we niet per se dat de uitvaartlijster dat deed, maar dat een vriendin van ons dat deed. En een vriend van ons heeft foto's gemaakt en filmpjes gemaakt. Je wordt eigenlijk de hele week, de hele periode wordt je geleefd. En daarom is het zo belangrijk om het wel allemaal op beeld te hebben, zodat je altijd terug kan kijken naar hoe het was. Of dat je makkelijker bij je gevoel kan van hoe het toen was.
Nou, je plantjes groeien goed. Nou, ik vind het op voorhand altijd moeilijk om hier te komen, maar wanneer ik eenmaal bij zijn graf ben, vind ik het niet erg. Dan ga ik gelijk aan de slag. Ik zie ook, zeg maar, deze struiken hebben we toen voor hem geplant, die groeien nu goed. Ga ik wel een beetje bijsnoeien. We hebben nog steeds geen grafsteen, zoals je ziet. En dat is iets dat we eigenlijk aan het uitstellen zijn. Het is al definitief, maar dan is het nog meer definitief. Hebben we hier grafjes schoongemaakt. Ik hoop dat je het mooi vindt. Ik hou van jou. Maar dat weet je, dat zeg ik elke dag tegen jou. Alla de me denk je, hè? Takio di wakaboom. Takio di grandma, grandpa. Me love you. En me denk je, hè? Eind 2020 kwam ik erachter dat ik zwanger was, weer. Van Amari's broertje, van Solani.